Verzamelaar Glitch. Ja, en ik ben winterwonderverzamelaar Fleur. Ja. Leuk, hè? Ik ben winterwonderverzamelaar Kastelein. En wij brengen verwondering en magie tijdens de koude winterdagen. Ik heet winterwonderverzamelaar Vera. En wij vinden het superleuk dat jullie allemaal zijn gekomen om te helpen om de pakjes uit te pakken. Ja, en volgens mij is het tijd voor het eerste pakje, toch? Jazeker. Laten we het eerste pakketje open gaan maken en met z'n allen gaan aftellen en kijken welk wonder er in het pakketje zit. Goed, maar daarvoor hebben we wel een klein beetje jullie hulp nodig. Ja. We gaan namelijk met z'n allen aftellen van 6 naar 0. En wanneer we dan bij 0 zijn, pakken wij ons magische pakje uit. Let op, daar gaan we. 6! 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wat zou erin zitten? Zien jullie al iets? Oh, kijk! Bubbels! Daar komen bubbels, daar komen bubbels, bubbels naar beneden. Mooie kleuren geven het een magisch mooi idee. Dansen op de wind. Iedereen voelt zich vrolijk, ja, zo blij als een kind.
dankjewel. Oh, dit cadeau was echt wel heel makkelijk. Ja, heerlijk. Nou ja, wow. En dat is dus wat wij doen. Wij verzamelen met z'n allen magische wonderen. Wij pakken deze wonderen in een hele mooie verpakking. En als het moment daar is, dan pakken wij ze weer uit. Voor een magisch moment. Ja, en in zo'n pakje, daar kan van alles in zitten. Oh, ja, bijvoorbeeld een hele mooie winterdroom gevuld met glitters, of ijsjes, of met sneeuwbom, of met sneeuwvlokjes, of met regenboom, of met eenhoorn. Ja, en wij hebben dus van ons beroep, van onze droom ons beroep kunnen maken. Ja. Dus zo noemen we onszelf dus. Winterwonderverzamelaars! Oh jongens, het is weer tijd voor het volgende pakje. Oh. Wat dacht je van deze? Tellen jullie weer mee, dan gaan we. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kijk eens naar de lucht en zie eens om je heen. Al die mensen hier, ben je niet alleen. Kijk eens naar je hand en pak je toverstaf. Richt hem in de lucht en wacht geduldig aan. Wanneer je diep gelooft, voel je de energie. Ervaar je diep geluk in deze winterse magie. Dus als je diep gelooft en je de warmte voelt, komen we samen hier in Toverland dit zien. En zwaai je staaf, kijk omhoog en stap af. Vuur, wij kunnen heel de les, zoals een phoenix op zijn eerste vlucht. Vlammen komen uit. Spreek de toverspreuk en luid. Vuur, wij kunnen heel de les, zoals een phoenix op zijn eerste vlucht. Jongens, helaas, ik moet jullie teleur gaan stellen. Ja, want er is een tijd van dromen en er is een tijd van gaan. Ja, en de tijd van gaan is nu gekomen. Oh. Oh, maar kunnen we niet nog één cadeautje openmaken? Eentje? Ja, maar jongens, we hebben nog veel te druk met het voorbereiden van het magische interface. Ja, we moeten nog marshmallows gaan roosteren. We moeten nog in de kerstmiskoosje. We moeten nog in de bubbelbouw. Ja, nee, wacht even. Ik heb een idee. Dames en heren, jongens en meisjes. Willen jullie ook nog één cadeautje openmaken met ons? Ja, heel graag. Ja. Ik vind dit niet echt overtuigend hoor. Oké, Kletch, let op. Dames en heren, jongens en meisjes. Willen jullie ook nog één cadeautje openmaken met ons? Oké. Ik ben om, maar op één voorwaarde dan. En dat is? Ja. Nou, dat ik het cadeautje uit mag kiezen. Oké. Dan ga ik voor deze. Een hele mooie groene. Dat ziet er mooi uit. Let op, tellen jullie weer mee, dan gaan we. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maken wij gezellig met elkaar. Al die blokken hout. Maken samen een groot
groot applaus voor Witte Wonderverzamelaar Fleur. En Witte Wonderverzamelaar Vera. Niet te vergeten, Witte Wonderverzamelaar Alex. Dankjewel. Zeg, wie van jullie wil er zo meteen op de foto? Niet zo. Ja, als je op de foto wil, dan mag je allemaal hier een hele mooie rij gaan maken. En dan mag je zo meteen met ons heel erg mooi op de foto. Winterachtige feestdagen wensen en natuurlijk gelukkig 2020. Ja, ga lekker op zoek naar dit land, op zoek naar die wonderen. En vergeet niet, de wonderen zijn er weer.